Iedereen kijkt naar films en series. En iedereen weet wanneer een scène indrukwekkend of bijzonder is. Maar wat moet een acteur eigenlijk doen om een scène zo te spelen dat hij je als kijker bijblijft? Wat zijn zijn keuzes? En waarom is diegene acteur geworden? Samen met een gast duik ik het diepe in om deze vraag te beantwoorden. Mijn naam is Thijs Boermans en welkom bij de Spotlight. Ik verwelkom vandaag Yuta Wongloy Singh. Zij kreeg haar eerste CALF-nominatie voor haar indrukwekkende spel in Hoe duur was de suiker en is ook te zien in producties als Who's in, Who's out en Alles voor elkaar. Ze heeft zelfs een rol weten te bemachtigen in een door Oprah Winfrey geproduceerde serie genaamd Love Is. Hier is niemand minder dan Yuta Wongloy Singh. Lieve Yuta, dankjewel dat je bent gekomen. Ik waardeer je tijd enorm. Voor de kijker, we gaan twee scènes bekijken. Eentje uit Hoe duur was de suiker? Die heb jij uitgekozen. Hele mooie scène. Wil ik graag met je bespreken. En ik heb één scène uitgekozen uit Paradise Suite. En een hele interessante film. En ik wil graag meer horen wat jij erover te vertellen hebt. In eerste instantie zouden we Love Is gaan bekijken. Dat is een serie waar jij in speelt, geproduceerd door Oprah Winfrey. Maar die hadden we geappt en die gaf geen gehoor, dus... Ja, yeah, you know how that goes, hè? Ja. Nou, het is wat het is. Desalniettemin is die film ook fucking vet. En wil ik die graag met je bespreken. De eerste scène die we gaan bekijken is er eentje uit Hoe duur was de suiker. Voor de kijker die Hoe duur was de suiker nog niet heeft gezien. Het is een film over de vroege slavernij in de Nederlandse kolonie Suriname. Jij speelt hier Mini Mini, lijfslavin van Sarit, gespeeld door Gaite Jansen. Dit is echt een sleutelscène. Ik vind dit een hele interessante scène omdat eigenlijk in een notendop wordt verteld voor wat voor conflict jouw personage staat en waar ze doorheen gaat. En ik wil eigenlijk niet te veel vertellen. Ik wil die scène eerst bekijken en dan wil ik met je erover gaan praten. Geloof me, ik heb het allerbeste met je voor. Ik hoop echt dat jij heel snel iemand vindt en dat je gelukkig wordt. Net zo gelukkig als jij nu bent? Ja. Net zo gelukkig als ik. Met mijn slavin? Met Mini Mini. En jij? Ben je ook gelukkig? Ja, Missy. Ik kan je niet verstaan. Ja, ik ben gelukkig met Julius. Gaat het? Ja, man. Ja? Ja. Oké, ja, ik als je... ja. Ik zie deze scène echt voor het eerst in tijden. En het is gewoon gek om dit sowieso nu, hoe lang? 7 jaar? Ja, 2013 opende die op Filmfestival. Na dato te zien. Ik ben echt... dit was een van de mooiste scènes die we hebben gedraaid, sowieso. Yeah. Maar dit is zo heftig. En het is vooral heftig. Kijk, we hebben een paar scènes uitgekozen. Yeah. Om verschillende redenen. En waarom ik het zo... waarom Hoe duur was de suiker voor mij altijd een belangrijke rol blijft. En een belangrijke film blijft. Los van wat het gedaan heeft. Weet je wel, die Gouden Kalf nominatie, dat was leuk. Dan denk ik van, jeetje, ik weet niet waar jullie hebben gezien. Dat was mijn eerste reactie. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat mij vooral om... hoe betekenisvol deze film is geweest in de Nederlandse filmgeschiedenis. Ja. Weet je, er zijn weinig tot geen films over de slavernij in Suriname. Nee. Weet je wel? En onze gemeenschappelijke geschiedenis, onze gedeelde geschiedenis. En er was heel veel
er was ook kritiek naar aanleiding van de film. En dat had vooral te maken met het feit dat veel Surinamers vonden en ook Nederlanders het idee kregen dat de slavernij iets te rooskleurig werd neergezet, weet je wel? Ja. Want wat je voornamelijk ziet is hele herkenbare verhoudingen tussen mensen. Geiten en ik, Sadet en Minimini, ja. Die zijn die groeien op als beste vriendinnetjes. Ja. Die zijn eigenlijk halfzussen. Ook iets wat heel vaak voorkomt op plantages, weet je wel? Want de plantagehouder, die vergreep zich aan, aan de slavinnen. Maar dan krijg je dus lichtere kindjes die daar rondlopen. Ja. En niemand zegt er iets over. Maar dat was wel de realiteit. Dus er zijn heel veel verschillende lagen. Ze zijn vriendinnen, ze zijn halfzussen. Maar dat weet niemand, of dat weten zij zelf niet. Of misschien weten ze het wel, het wordt gewoon niet besproken. Ja. Binnen een systeem waar al dat soort dingen gewoon plaats konden vinden. Weet je wel? Waar een soort van hele rare overlap was van verschillende dynamieken die eigenlijk helemaal niet zo gezond zijn. Nee. Die ethisch gezien onjuist zijn. Dus in deze scène komt dat heel sterk naar boven. Want... Maar jullie hebben... Jullie zijn dan weliswaar samen met elkaar opgegroeid, maar er zijn zeker momenten in die film waarbij je echt wel ziet dat de verhoudingen echt niet gelijkwaardig zijn. Nee. Dat is de andere kant. Ja. Er zijn zoveel verschillende dynamieken die naast elkaar bestaan. Dus we zijn en vriendinnen, maar ik ben ook je eigendom. Ja, het is heel confronterend, deze film ook. Hoe werkt dat? Ja. We zijn allebei jong volwassen vrouwen. Maar jij kan je geluk nastreven en ik niet. Nee. Vandaar ook de utter shock in de ogen van Sarit. Van wacht even. Jij bent en je geluk gaan nastreven en met mijn man. Ja. En jij, los van dat je al die dingen doet, hoe durf je gelukkig te zijn? Ja. Hoe durf je? Zo dat bizar. Dat is zeg maar niet jouw missie in life. Dat gaan we niet doen. Ja. En wat is, als je deze scène ziet, wat denk je dat het... Wat is het conflict van Minimini hier? Want zij staat eigenlijk, het is... Moet je nagaan hoe zwaar die keuze voor haar is. Zij heeft een onvoorwaardelijke liefde naar Sarit toe. Dat is eigenlijk, zij weet niet beter. Dit is, haar levensdoel is Sarit eigenlijk een beetje. En dan gaat ze alle barrières voorbij. En dan wordt ze gelukkig. En dat kan Sarit niet. Want die is op zoek naar iets waar ze niet gelukkig van wordt uiteindelijk. En jij maakt die keuze. Jij kiest voor... Ja. Je man in plaats van voor jouw leven. Precies, met haar. Maar behalve dat ze kiest voor die man, kiest ze voor een soort... Ze laat los. Ja. Maar we moeten heel goed beseffen dat die sprong die ze neemt in dat moment, die is voor die tijd ondenkbaar. Ja, inderdaad, precies. Het is gewoon precies. Letterlijk van, oké, los van dat ik ervoor kies om gelukkig te zijn met een man, kies ik ervoor om iets te doen wat ik bij geen enkele andere vrouw of man in mijn omgeving heb gezien. Het is ongekend om voor jezelf te kiezen. Ja. Om op die manier te emanciperen en te denken, nee, ik ben ook een individu. Ja. Ik ben ook iemand die het verdient om gelukkig te zijn. Ik ben überhaupt iemand in plaats van iemands bezit. Wat wil je eigenlijk het meest naar buiten brengen met Minimini? Eigenlijk het verloop van een vrolijk meisje wat niet beter weet, maar op een of andere manier op geestelijk level de kracht vindt om te evalueren en te evolueren tot een vrouw die voor zichzelf kiest. Ja. Zonder eigenlijk veel te praten, want ze praat niet zo heel veel. Weet je wel, maar vooral, ze observeert alles. En dat is eigenlijk ook haar functie in de film. Ze observeert alles en neemt dingen tot zich en moet keuzes maken. Ja. En ik denk dat heel veel mensen zich daar mee kunnen identificeren. Want weet je, er zijn vaak een soort van intersections van, oké, dit is gebeurd, dit is de data die ik heb verzameld. Sarit doet dit. Dit gevoel krijg ik bij Julius. Dit is liefde, dit is geen liefde. Dus eigenlijk is zij bezig, we zien haar groeien in haar leven,
op een manier dat ze steeds beter inzicht krijgt in een soort van moreel kompas. Yeah. Weet je wel? Ondanks het feit dat haar omgeving niet wil dat ze een moreel kompas heeft. Want als iedereen zo zou zijn, dan zou de slavernij op dat moment stoppen. Als we even naar het begin gaan. Stel je voor, je krijgt die rol. Dan, wat voor inspiratiebronnen gebruik je dan? Ga je veel lezen over de koloniale geschiedenis? Heb je het boek zelf? Ik neem aan dat je het boek zelf hebt gelezen. Maar... Ja, nee, dit is echt een bijzonder project wat dat betreft. Want kijk, als we het hebben over inspiratie. Ik had toevallig in de 6e klas moest ik een profielwerkstuk schrijven. Yeah. Je moet dan 2 vakken kiezen uit je pakket. Dus ik had economie en geschiedenis. En als je economie en geschiedenis hebt en je zoekt een thema, dan is de slavernij is denk ik het beste thema wat je kan bedenken. Ja, ik bedoel, inderdaad. Ja. Het was gewoon een money-making business. En een heel erg impactful event in de geschiedenis, weet je wel. Dus nou goed, ik had de slavernij gekozen. Dus ik had toen heel veel gelezen daarover en documenten ingezien. Vooral hele droge dingen, weet je wel. Ogenschijnlijk droge dingen. Want er is niks vreemders om te kijken naar de boekhouding van iemand. En het gaat gewoon over... Oké, 100 negers voor zoveel. Ja, en als je denkt van wow. Dus dat soort documenten had ik allemaal onderzocht. Gewoon puur voor dat profielwerkstuk. Ja. En toen ik die rol kreeg, toen heb ik dat allemaal weer erbij gehaald. Maar voor deze film kon ik natuurlijk ook heel erg vaak putten uit mijn eigen geschiedenis. Want ik kom uit Suriname. Ik weet niet, zeg maar... exacte details van hoe ver mijn voorouders gaan. Want kijk, ik heb ook een Chinese tak. De opa van mijn opa komt uit China. Yeah. Maar ik heb ook een Creoolse tak, obviously. Dus voor mij was het heel erg makkelijk om te tappen in die bron van... Oké, maar wacht even, hoe zou dit gevoeld hebben? Niet voor een willekeurig iemand. Maar dit zijn mensen geweest waar ik uit voortkom. Ja. Weet je wel, dit is mijn bloedlijn. Hoe zou ik het vinden als dit mijn moeder was? Die nu aan haar polsen aan een boom hangt en gezweept wordt. Weet je wel, dat zijn heel vaak waren het momenten dat ik dat heel erg kon... dat ik me heel erg gewoon 1-op-1 kon verplaatsen. Of mini-mini. Of de persoon die daar dan mijn oma speelt en daar gezweept wordt. Ja goed, ik kan zo erg in detail treden hierover. Maar... er waren zoveel momenten dat ik ook dacht van jeetje. We hebben zoveel overblijfselen nog van de slavernij. Zowel aan de zwarte kant als aan de witte kant. Maar we hebben het niet eens door. Zo goed, zo geniaal is die indoctrinatie. En de laatste jaren ben ik daar steeds meer bewust van geworden hoe dat in elkaar zit en waar dat wringt en waar we eigenlijk weinig licht op schijnen en waar wel, weet je wel, dan hebben we de Zwarte Pieten discussie, al dat soort dingen. En op het moment dat je dus de geschiedenis beter leert kennen, en daarom ben ik Hoe duur was de suiker en het project en de rol van Mini Mini zo dankbaar. Op dat moment ben ik zoveel meer in de geschiedenis gaan duiken en ben ik zoveel meer gaan voelen wat dat zeg maar op een heel genuanceerd niveau met een mens doet. Door echt in de huid van Mini Mini te kruipen. Weet je wel, ik denk dat hetzelfde geldt ook voor geiten. Ik spreek even voor geiten. Dit is eigenlijk een podcast met geiten en ik. Mm-hmm. Ik doe alles. Anyway. Nee, maar ik heb het veel ook met de cast over gehad. Het is zo'n waardevol project geweest. Want met een nieuwe kijk en nieuwe invalshoeken en een nieuw level van je verplaatsen in de daadwerkelijke situatie, krijg je zoveel meer inzichten over hoe het er vandaag de dag aan toe gaat en waarom bepaalde dingen nog steeds niet besproken worden en waarom er zoveel discrepantie is tussen zwart en wit nog steeds in Nederland en over dat soort dingen, over de Zwarte Piet bijvoorbeeld. Ik denk dat als heel veel mensen die dat nog steeds niet helemaal snappen, als die de tijd nemen om de geschiedenis net zo te voelen en te leren als ik heb gedaan voor Hoe duur was de suiker. Ja. Of ook al kijk je gewoon naar de film.
denk ik dat je veel meer begrip hebt voor dingen in het heden. En dat vind ik gewoon een hele mooie functie van film. Als het je nieuwe inzichten kan bieden, als het je op een of andere manier kan verrijken, je geest kan verruimen. Het kan ook mensen misschien wel beter bereiken dan... Dan een college. Ja, weet je wel? Ja, of de mensen die anders misschien helemaal niet dat tot zich door laten dringen. Ja, ja, ja. Maar ik weet nog dat ik in het begin vooral heel erg sceptisch was. Want ik dacht van oké, we gaan dit verhaal vertellen. Maar hoe authentiek gaan we het vertellen? Hoe eerlijk gaan we dit kunnen vertellen? Had je getwijfeld? Ik neem het heel erg serieus. Nou, ik heb gewoon heel veel gesproken, vooral met Jean. Dat was voor mij tijdens het derde gesprek. Wat we hadden, ik heb 2 keer auditie gedaan. En het derde gesprek dacht ik dat ik weer auditie kon doen. Maar toen was het basically een gesprek van oké, ik weet niet of je het doorhebt. maar je bent... zeg maar de halve film half naakt. We willen weten hoe je daar naar kijkt. En zeg ik, nou, oké, goed om te weten. Maar nu jij dat zegt, dan heb ik ook wat dingen te vragen aan jou, weet je wel. Waarom wil jij als witte man een verhaal maken over de slavernij? Wat is je motief? Ja, inderdaad. Je zei net, je benoemt het net. Je hebt het naakt, het is natuurlijk ook... Ik heb wel eens gehoord dat je een verschil hebt tussen functioneel en commercieel naakt. En heb je daar heb je grenzen voor jezelf? Heb je daar moeite mee? Nou, hoe duur was de suiker, jongen? Nooit meer. Nee. Ik bedoel, nooit meer last van gehad. Daarna was het gewoon elke film gewoon met de tieten bloot. Ik had er zoveel moeite mee. En ik had in eerste instantie toen na dat derde gesprek, dus met Sean en met de producent, dacht ik oké. Ik ging naar huis en ik was een soort van blij. Maar ik had er ook niet echt over nagedacht. Ik was soort van heel erg excited over het project. Maar toen hij dat had gezegd, dacht ik, oh shit, wacht even. Dus ik ging naar huis. Ik woonde toen nog in Rotterdam. En mijn moeder was thuis. Mijn vader was er nog niet. En bij mijn moeder ik was daar minder zenuwachtig over. Ik dacht zo, ma. En zij vroegen natuurlijk de hele tijd van, heb je al iets gehoord? Heb je iets gehoord? Ja, ik heb de rol gekregen. Ze zegt, oh my god, wat vet. Ik zeg, ja, zeg maar, wat is er? Ik zeg, nou, klein dingetje. Ik ben de hele film naakt. Ik moet gewoon topless. Zeg ze, oh, maar hoe gaat het dan met muziek? En zo, want je wil toch ook nog wel gewoon, je wil ook nog muziek maken. Maar dan heeft heel Nederland... Ja? Ik zeg, maar, ze zegt, nee, geef niks. Maar ja, ik zou het ook wel doen. Nu het nog kan, doe het vooral. Dus dat was soort van, nou goed, het was opgelost. En toen kwam mijn vader thuis en hij was gitaar aan het spelen. En hij zat op de bank, keek naar Studio Sport en hij was een beetje aan het pingelen. En ik liep naar hem toe. En hij zat met zijn rug naar me toe. En hij hoorde me aankomen. En hij zegt, zeg het maar, Jutta. Ik denk, nee! En ik was zeg maar zo van heel in slow motion. Was ik zeg maar moed aan het verzamelen. Mijn hele mentale voorbereiding. Was ik soort van, weet je, en toen ging ik weer 2 stappen terug. En dan, oké, weer 3 stappen naar voren. En dacht, oké, hoe ga ik de eerste zin inzetten? Oké. En hij zegt, zeg het maar, Jutta. Ik denk, oh. Ik zeg, hey pa, alles goed. Hij zegt, ja, alles goed. Hij zegt, ja, zeg het maar, heb je de rol gekregen? Ik zeg, ja. Hij zegt, oké, dat is toch fantastisch. Wat zie ik in je gezicht? Wat is dit? En hij is complete nog steeds, stress, totale onrust. Ja, precies. En hij kijkt af en toe naar me, maar hij kijkt gewoon verder naar Studio Sport. Aan het pingelen. En ik zeg, nou, ik... klein detail, maar ik moet dus... Ik moet dus half naakt. Zeg maar alleen met een... Hij zegt met zo'n doek, toch? Ik zeg ja. Hij zegt oké. Ik zeg ja, dat. Hij zegt, vind je dat vervelend? Ik zeg, nou, ik had er gewoon niet over nagedacht. Hij zegt, hè? Dus jij gaat auditie doen voor een film over de slavernij? En jij dacht dat je in een Prada-kooltrui rond zou lopen of zo? Oké. Goed punt. Hij heeft wel echt gelijk ook. Hij zegt, tuurlijk. Dat is, ik bedoel, als ze het authentiek willen weergeven, dan is dat wat het is. En als jij je er niet op je gemak bij voelt, moet je het niet doen. Maar ja, dat is wel een beetje een soort van de essentie van wat je hier aan het doen bent, toch? Dat het is wel echt een zo must. Authentiek mogelijk die rol gaat neerzetten. En ja, ik heb er geen problemen mee. Dus go for it, man. Laat geen kansen schieten. Het is niet dat je op de wallen staat of zo. Weet je? No offense. Maar... Weet je, dat is wel dus een verschil tussen functioneel en commercieel naakt. Ik wil naar de volgende scène gaan. Oké.
Voor de mensen die Paradise Suite nog niet hebben gezien. Het is eigenlijk een film met 5 verschillende verhaallijnen. Van 6 mensen die in Amsterdam terechtkomen. Onvrijwillig en vrijwillig. En die hebben geen relatie met elkaar. En toch zie je hun levens onomkeerbaar beïnvloed raken door elkaar. En jij speelt hier Nanda. Een 15-jarig illegaal meisje. Wat in hetzelfde blok als Yaya woont. En de scène is als volgt. We zien jou een kamer binnenkomen. En jij wil eigenlijk seks met hem hebben. Voor eerst 20 euro en uiteindelijk 2. En hij weigert dat. En hij geeft jou geld mee om je te helpen. En later in die film bestel jij hem. En komt hij in problemen. Dus wil je nog iets vertellen over deze scène? Nee, okay. Gaan we hem eerst kijken. Ja, is goed. You have 10 euro? No. Five? I have to. Okay. Sit down. On your knees. Other way around. So tell me, Nanda, how old are you? 19. Don't lie to me. Sixteen. Mm-hmm. Almost. Shame on you! Come on, Nanda! Take it! Fuck you! Take it! Go to sleep and leave me alone. Wat denk je dat er zo pijnlijk is aan deze scène? Nou, het is pijnlijk dat er gewoon dat er minderjarigen zijn op deze wereld die dit daadwerkelijk meemaken. Die op die manier proberen te overleven, weet je wel. Dat is gewoon niet oké. Okay. Dat is niet oké. Okay. En ja, Isaka Sawadogo is echt een geniale acteur. Het is echt een van mijn lievelingsacteurs. Ja. Is volledig autodidact. Maar fantastische man. Ontzettend innemend en slim en muzikaal en charmant. En uiteraard, zoals we net hebben gezien, verschrikkelijk getalenteerd. Ja. Maar zijn rol hierin is... je kan niet anders dan van hem houden op dat moment. Ja. Want hier zit je in een situatie... Waar in een wereld, zoals die er nu uitziet, heel veel mensen hadden gewoon misbruik gemaakt van dat meisje. Ja. Weet je wel, voor 2 euro hadden ze er misschien ook nog eventjes een blauw oog geslagen, weet je wel. Ja. Maar dit is een heel belangrijk, het is een heel belangrijk punt in de film, zodat je in één keer weet hoe zijn hart eruit ziet. Ja. Weet je, dat is hem, ja. Het was heel makkelijk geweest om gewoon even snel een, weet je wel? Ja. Ik bedoel, waarom niet? Dat is hoe heel veel mensen daarmee om zouden gaan, weet je wel. Ik zou niet eens vragen hoe oud ze is. Maar er is een gebied, er is een wereld, er is een laag
waar we misschien niet van af weten, maar waar al dit soort grenzen, leeftijd, weet je, people really care. Ja. Voor hoeveel geld. Ga op je handen en je voeten. En dat grijze gebied, dat duistere, weet je wel, dat bestaat. En dan hoop je gewoon dat meer mensen zijn zoals hij, weet je, dan iets anders. Want ja, anders is dat meisje natuurlijk voorgoed getraumatiseerd. En dan vraag je af, oké, wat doet het met haar dat hij dat op die manier afhoudt? Het symboliseert eigenlijk alle keuzes die hij maakt in die film. Ja. En ja. Voor een Roemeense meisje wat hij niet kent, zorgen en haar bevrijden uit haar positie. En zorgen voor families in het blok waar hij woont. En gewoon een goed hart. En inderdaad, wat je zegt, dat is eigenlijk wat deze scène, waar deze scène op doelt. Mm. Nou, voor jouw personage, denk je dat het ook laat zien dat er al gewoon... Dat de trieste realiteit dat er al gevallen zijn die niet meer beter weten en dan voor €2 op hun knieën gaan en zo. En daarna ook nog eens stelen van diegene die jou eerst geld geeft. Dat maakt het, dat vond ik dus een beetje pijnlijk. Ja. Dat je gewoon eigenlijk al zo ver heen bent dat je niet meer... Dat je het goede niet meer kan inzien en dat je dan maar gewoon gaat stelen van de mensen die nog steeds proberen die berg te beklimmen. Ja, dit is grappig, want ik heb eigenlijk nooit... Hoe duur was de suiker en Paradise Suite zo kort na elkaar besproken. Maar nu we dat wel doen, dan zie ik een hele grappige parallel. Gewoon puur vanuit een soort van sociologisch oogpunt. Mm-hmm. Want wat je ziet is natuurlijk weer een meisje dat in een systeem vastzit. Ja. Wat niet ontworpen is voor haar om te winnen. Ik lijk wel echt een soort van superfan van Joost. Maar ik vind hem echt ook echt fantastisch. Joost van Ginkel. Omdat hij dat op zo'n mooie, zo'n realistische manier, zo'n fijngevoelige manier heeft weten weer te geven in deze film. Ja. Want hij plaatst een zaadje bij Nanda, maar andersom natuurlijk ook. Want het is een soort van katalysator. Want wat er vervolgens gebeurt, is zij stilt het geld van hem. Zij komt terug, ze komt later terug en... Zij heeft dat bakje gezien waaruit hij dat geld haalde. En ze denkt, oké, daar was meer. Ik ga nu wraak nemen en ik neem dat hele bakje mee. Of de hele inhoud van het bakje kom ik halen later. Denk je dat ze het goede er niet eens van inziet? Dat hij haar eerst geld geeft? Nee, ik denk... Er zit zoveel trots en schaamte tegelijk bij zo iemand. En dat vind ik dus ook interessant. Want het is makkelijk om te denken, zeg maar, Nanda... Waarom neem je nou gelijk al die money? Hij heeft je al meer gegeven dan je pakt de hand. Nou had je eigenlijk, hadden we Love Is gebruikt. Hier gaan we hem op afsluiten. Dan had je eigenlijk een scène uit Love Is aangegeven. Mm-hmm. En dat lukte jammer genoeg niet. Dus ga ik hem nu naspelen? Nee, geloof ik. Nee, het is eigenlijk. Ik wou eigenlijk vragen. Hoe de fuck kom je in zo'n productie met Oprah Winfrey? So. Oké, nou, dus eigenlijk was het. Janie had zoiets van. Na hoe duur was de suiker? Als we gewoon over de gehele linie bekijken wat je gedaan hebt. Er zijn een paar toffe dingen die je gedaan hebt. Een paar dingen waar je ook niet heel erg vrolijk van werd. Maar vooral als je kijkt van. Oké, hoeveel rollen heb je kunnen spelen waardoor je talent hebt kunnen ontwikkelen, dat vond zij niet genoeg. En dat vond ik ook niet genoeg. In die zin, je moet rollen kunnen spelen als die van Mini Mini, of zelfs deze, die dus beduidend kleiner is dan Hoe duur was de suiker. Ja, maar het is wel, het heeft wel een bepaalde gelaagdheid of een bepaalde uitdaging zit erin. En dat voelde ik te weinig. En nou, ik ben niet naar de toneelschool geweest, dus... Ik had op een gegeven moment iets van, ik hoef dit niet per se te doen. Ik moet wel die uitdaging blijven voelen. Of ik nou bakker wil worden, pottenbakker of acteur. Ik wil geprikkeld worden. Weet je? Dus op een gegeven moment had ik dat niet meer echt. En dacht ik van, weet je, dat ik wel klaar ben. Toen zei ze van, nee, luister, ga nou naar L.A. Want ik ga elke keer naar L.A. En ze raken enthousiast van je hoofd, van je foto. Ik dacht, oké, nou, leuk, maar dat is mijn foto. Dan moet ik ook nog aan mijn accent gaan werken, dat soort dingen. Ik dacht, shit. Ik had nooit echt over Hollywood nagedacht. Dus ze was denk ik al 2 jaar
was ze met me daarover aan het praten. Tot ik besloot te gaan. Want ik had zat iemand gesproken. En dat was een manager. En die was wel bereid om met me te werken. Want dat was een belangrijke eerste stap. Nou, ik daarheen. Er waren wat meetings die ze hadden ingepland. Maar echt van die general meetings. Zo van, yeah. Yo, what's your zodiac sign? Dus ik dacht, oké, dit is wat we gaan doen. Deze komende week, cool. Dan was dat maar die trip naar L.A. Een beetje hiken en vertellen over mijn broer. Beetje hiken. Ja, een beetje vertellen over mijn broer wandelen. En mijn ouders tijdens meetings. En toen was er een vierde meeting. En dat was met Kim Coleman. Echt een fantastische casting director. En ik kom daar binnen en ze zegt, oké, you're cute, but why are you here? Ik zo, nou, zwarte mensen zijn de mode, hoorde ik hier in Hollywood. Dus daarom ben ik hier. Ik vind het ook heel leuk. En het is ook wel lekker bald. Ja, nou, ik vond het eigenlijk toch wel van haar ook wel een beetje bald. Dus ik dacht, oké, nou, als we het zo spelen, nou, dan kunnen we even het gewoon open kaart spelen. Weet je? Ik had niet echt iets te verliezen. Gelijk, want zoals ik zei, ik ben hier blijkbaar gekomen om te praten over mijn zodiac sign. En om een beetje te hiken. Dus ja, dan kan ik net zo goed zeggen dat ik hier ben, gewoon omdat ik zwart ben. En omdat ik dat hier leuk vind. Laten we die lijn dan ook gewoon doortrekken, weet je? Dus zij zegt, oké, ja, goed punt. Dus het ijs was een beetje gebroken. Nou goed, vervolgens zegt ze... kreeg ze een telefoontje en ze zegt, ja, Spike was the fat bald guy. Ik zei, oké, was dat Spike, your mechanic Spike of Spike Lee? Ze zei, ja, dat was Spike Lee. Ik zeg, oké, tof. Ik zeg, luister, misschien gaan wij nooit samenwerken. Ik heb je natuurlijk gegoogeld en ik weet dat jij en Spike vaker samenwerken. En voor heel veel fantastische producties, Do the Right Thing, al die, nou, de oude en de nieuwe. Zij heeft de casting gedaan. Ik zeg, weet je, shout-out naar jullie, man. Wij zien het ook in Nederland. Het is inspirerend om producties te zien met zwarte mensen, weet je wel. Mm-hmm. In Europa kijken mensen het ook. Dus weet je, dankjewel voor je awesome work. Yeah. En ze zegt van, oh, dankjewel, wat lief. En op een gegeven moment raakten we wat meer aan het praten. Ze zegt, ja, ik heb misschien wel iets voor je. Nou goed, zei ze het een paar keer. Ze zegt, ja, laat me weten. Ze zegt, ja, ik laat je weten. Ze zegt, laat me weten. Ze zegt, laat je weten. Oké, dus ik ga naar weg. Ja, ja, precies. En ze gaf me een knuffel en ik ging naar beneden. Ik dacht, dit was anders. En ik rijd weg en Janie belt me. Ze zegt, ik weet niet wat je hebt gedaan, maar ze willen je morgen zien voor een auditie. Oké, dus auditie gedaan. Ik ga de short version geven. Ik ging basically daar weg. En ik denk, oké, I messed up. Ik had één auditie, mijn eerste auditie en dit was waarschijnlijk mijn laatste. Hoe heb ik het zo kunnen verpesten? En ik weet niet waarom ik dat dacht. Dat is gewoon eigenlijk gewoon een soort ding wat ik altijd heb na een auditie. Dat ik dan gewoon letterlijk gewoon liters wil kotsen. En best een luier om kan doen. Het is echt verschrikkelijk. Hoe meer ik het wil, hoe heftiger die emotie dan daarna is. Weet je, dus ik ging naar mijn Airbnb en ik ging gewoon... ik ga iets met sociologie doen. Waarom ben ik hier? Waarom doe ik dit? Dit is zo'n kwelling. Ja. En toen ging ik de volgende dag, pakte ik het vliegtuig weer naar Nederland. En toen... kreeg ik een telefoontje of ik terug wilde komen voor een chemistry test. Nou, dat ging niet, want ik moest draaien. En het was een soort van, ik ben net terug en het is een 9-urige vlucht. En ook niet gewoon niet heel cheap. Nee, precies, ook dat. Weet je wel, zeg maar, ik heb niet eens de rol. Je dacht, ga jij mijn ticket betalen? Nee? Oké, Skype? Laten we Skype. Dus Janie had een heel soort van, nou goed, dat hadden ze al geregeld, cool. En toen, the rest is kind of history. Toen heb ik dus die rol gekregen in Love Is, wat echt... amazing is en weer een hele andere ervaring binnen dit soort van acteerproces en deze journey, weet je wel. Dus dat was echt fantastisch om mee te maken en om te doen. Hoe het is natuurlijk groter. Had je een trailertje gekregen? Ja! Had je een trailer? Ja, man! Luister. Wauw! Dat is fucking hard! Het is zeg maar zo different dat... Nou, oké. Je had een trailer. Het grappige is, ik denk dat er heel veel Nederlandse acteurs het goed kunnen doen daar. Of ook gewoon Europese acteurs, maar ook vooral Nederlandse acteurs het best wel goed zouden kunnen doen daar als het accent opgelost is. Omdat wij gewoon echt onder minder goede omstandigheden goed werk kunnen leveren, weet je wel? In het algemeen, ik praat niet per se. Je bedoelt gewoon omdat er geen geld is om films te maken in Nederland?
jouw woorden. Mm. Ja, over het algemeen. Met veel minder budget worden de films gemaakt. Maar daar is het gewoon letterlijk. Oké, we gaan straks scène 73 draaien. Nou goed, je stand-in gaat hier met ons werken terwijl we zeg maar het licht en alles zetten. Jij gaat gewoon naar je trailer. En iemand is gewoon voor jou, zeg maar, is gewoon jou aan het spelen. Je hebt gewoon een double. Je had een double. Dat je echt denkt, wat hard. Ik vind het niet erg om op de set te blijven, hè? Nee, go rest. Go rest. Ja, je wordt echt op handen en voeten gedragen. Dat je echt denkt, maar het is, voor hun is het niet eens een soort van op handen en voeten dragen. Ja, het is gewoon een standaard. Meer van, we willen dat je optimaal performt op het moment dat je moet performen. Niet ervoor en daarna, maar op het moment dat de camera draait. Want dat is zeg maar, we're looking for the money shot. Ja, maar dat is eerlijk, dus, moet je nagaan. Het is en heel relaxed en het brengt nog veel meer druk met zich mee. Nee, er is wel pressure. Ik vind wel meer pressure. Maar dat is vooral omdat ik er persoonlijk meer van hou om op de set te zijn. Om zeg maar te acclimatiseren op de set, weet je wel? En de vibe Ja, tuurlijk, voelen, inderdaad. Je bent samen aan een geheel bezig. En als je de hele tijd in je trailer aan het wachten bent, dan sta jij daar los van. Precies, en dan opeens ben je er, boop, en dan moet je gelijk performen. Ja. Ik heb liever dat ik gewoon al gewend raak aan waar ik zit en hoe ik wil zitten. Ik ben en met best wie je wel werkt ook. Acteur in die zin. Ja, precies. Dus voor mij was dat heel erg wennen. Ik had zoiets van, kan ik gewoon voor deze scène gewoon... Thanks, I love you. Want mijn double was echt heel tof. Ik zeg maar, laat me deze scène even gewoon. Laat me gewoon voor de lighting. Pak jij mijn trailer. Pak jij mijn trailer even. Gewoon letterlijk, weet je wel. En zij snapte ook niet dat ik zeg maar heel erg cool was met mijn double. Ze hadden echt zoiets van... Maar hoezo denken ze dat dat een pop is? Ja, dat is geen pop, dat is een mens. Dat was best wel apart. Maar tegelijkertijd, weet je wel, als we het hebben over het verschil. Wat we wel deden is... We deden denk ik 1 week, 4 tot 5 dagen. Of 4 tot 5 dagen over 1 aflevering. Ja. Dat was zo chill. Wat goed zeg. Ja, dat was gewoon heel fijn. Dat krijg je hier niet. Wat ze daar ook doen is, het is natuurlijk, de industrie is zoveel groter dat elke episode werd door een andere regisseur geregisseerd. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is ook weer een hele andere ervaring, want iedereen heeft een andere manier van werken. Wat soms... in je voordeel werkt. En soms denk je, even wennen, weet je wel. En sommige regisseurs waren in staat om echt iets uit je te halen waarvan je niet wist dat het er was. Weet je, dat is dan de scène die ik had gekozen voor Love Is. Dat je denkt, wow, dit is zeg maar dat level wat je bereikt waarvan ik ergens wel een soort van het gevoel, maar dat het over bescheidenheid, ergens heb ik het gevoel dat ik dat kan raken, maar dan moeten alle componenten moeten kloppen. Ja. Weet je wel, het scenario moet nice geschreven zijn, weet je wel. De acteurs, er moet chemistry zijn, er moet een goede crew zijn, er moet, weet je wel, een goede regisseur, er moet een bepaalde relaxe sfeer zijn, weet je wel, een bepaalde energy op de set. Er moet tijd zijn om te graven, gewoon op een artistiek niveau, om iets te creëren, weet je wel. Dus die tijd, al die verschillende componenten kwamen in die scène, kwamen die samen. En dat heeft mij zoveel zelfvertrouwen gegeven, omdat het een scène werd waar ik tot de dag van vandaag over nadenk. En denk van, wauw, dat wil ik... Mijn doel nu is om die scène qua gevoel en qua ik ben dat personage. Yeah. En ik ben volledig onbewust van wat ik aan het zeggen ben. Ik ben die persoon. En letterlijk dat je gewoon... Bij Kat denk je, wow. Kat, oh, dit was niet... Oké, got it. Dit was een scène. Dat is gewoon helemaal... Je zit er nog helemaal in. Dat was magisch. Het was zo magisch. Ik kan het vergelijken met in trance zijn. Weet je, ik kan me voorstellen als je op Lowlands staat en je begint te crowdsurfen. Weet je, was zoiets. Weet je, er zijn verschillende. In elke discipline heb je denk ik een soortgelijk gevoel. Maar het is een soort high die onbeschrijfelijk is. Oh, wow. En dat is voor mij nu een soort van dat ik denk, oké, ik was heel erg blij om te zien dat ik daar kon komen. Voor mij, binnen mijn bereik, weet je wel. En toen besefte ik, oké, maar dit is wat acteren tof maakt.
dit, dat moment, die scène, dat is wat acteren tof maakt. Dit wil ik. Dit wil ik nastreven, weet je wel? Ja. Dus voor mij was dat gewoon echt zo'n moment dat ik dacht van oké. Okay, hier gaan we, dit wordt de missie. Dit wordt zeg maar het doel. Dit gaan we proberen na te streven. Ik wil hierop afsluiten. Ik vond dit prachtig gezegd. Wat zeg je dat lief? Ja, ik ben je enorm dankbaar. Ik heb echt een ontzettend leuk gesprek met je gehad. En ik denk dat de kijker hier ook ontzettend veel van kan leren. Dus ik ben je 1000 maal dankbaar. Ik ben jou dankbaar. Dank je wel. En dit wordt vast een hele toffe serie. Ik ben trots op je. Lieve kijkers, dank jullie wel voor vandaag. Ik heb een ontzettend goed gesprek gehad met Yuta. Wil je nou meer van ons zien? Dan hebben we een Instagram pagina en een YouTube kanaal. Want volgende week gaan we zitten met Jan Kooijman. En we gaan een serieuze scène bekijken. Want hij gaat ontbloot in Verliefd op Cuba op ons grote beeldscherm staan. Dus wil je het zien? Tune in.